Voorzitter, dit is natuurlijk een bekend verhaal van de heer de Groot. En ik waardeer dat verhaal ook heel erg. We zitten nu vijf jaar samen, in vijf en een half jaar samen in de commissie LNV en we hebben deze debatten al talloze keren gevoerd. Um, maar ik zou eigenlijk aan de heer de Groot willen vragen: zijn visie op die kringlooplandbouw die hij ook in heeft uh, proberen te brengen in diverse kabinetten. Wat is daar nou uiteindelijk het resultaat van geweest? En hoe kijkt de heer de Groot terug op de deelname van uh, D66 aan deze uh, achterinvolgende kabinetten. Zeker met het oog op de nieuwe samenstelling in de Kamer, waarbij de kans groot is dat alles in de prul prullenbak verdwijnt. Ja, voorzitter. Uh, toen ik de politiek inging, toen was ik aan het wandelen met mijn dochters. En uh, die, uh, die zeiden. Uh, en toen vroeg ik van, van wat, wat vind je er eigenlijk van dat, dat ik de politiek inga. En toen zeiden ze nou, we geloven wel uh, in jouw idealen. Uh, ...maar we zijn bang dat je teleurgesteld zult raken... ...en dat je dan net zo'n wauwelende politicus wordt als de rest. Nou, dat, hè, je kinderen vertellen dan de waarheid. Dus toen heb ik ook gezegd, nou ja, goh, uh, goed dat jullie erover nadenken. En uh, het is wel, uh, daar heb ik het in ieder geval geprobeerd... ...maar waarschuw me als het, als het zover is. En, voorzitter, met dat in het oog... Zal ik altijd blijven proberen van dag tot dag om te kijken, net als u, of ik mijn steentje kan, kan bijdragen? Ja. En als ik dan terugkijk, denk ik dat er veel is gebeurd. Maar dat er helaas, en ondanks een prachtig mandaat. wat in het vorige coalitieakkoord staat, ja. dat die vraag over de economie niet is beantwoord. En daar zit de kern. En vandaar dat ik dat vandaag mevrouw, ook meegeef. Mevrouw Brommet. Ja, voorzitter, maar wat is er dan concreet veranderd door de deelname van D66 in deze kabinetten, waar we zoveel gesproken hebben over de problemen die de landbouw en de natuur teisteren? Nou, voorzitter, toen ik um, in, in een andere functie, uh, echt de jaren dat ik hier uh, rondliep voordat ik in de Kamer zat, zag je eigenlijk dat landbouw um, een onderwerp was wat eigenlijk niet besproken werd in fracties. Het is gewoon best ingewikkeld over mest en dat soort dingen te praten. Als er één ding nu wel het geval is, is dat er het in ieder geval over gaat. Dat er een recordbedrag, althans in het vorige kabinet, helaas is het niet aangenomen, zal ik maar zeggen, een recordbedrag voor de landbouw beschikbaar is gesteld om ja. die transitie te maken. Dat er een inhoudelijke visie ligt, althans een mandaat voor de minister. Dus ja, u kunt dat uh, kleiner maken, u kunt het groter maken, het is wat het is. Maar uh, dat heeft zeker verschil gemaakt. Ja. ja, voorzitter, ik vind het gewoon heel erg jammer. Omdat ik denk dat D66 en uh, groenlinks PVDA super dicht bij elkaar staan als het gaat over het landbouwdossier. En dan vind ik het reserveren van geld wat straks weer van de begroting afgevoerd wordt, vind ik uh, een, een, een mager resultaat. En dat is meer uh, teleurstelling dan een aanval. Ja, nou. Uh, goed, ik ik laat het even daarbij. Ja, uh, ik heb mijn best gedaan, voorzitter.